Ja, Hans, ik wil even zeggen dat ik een eer vind om hier te zijn. Dat meen ik echt serieus. Het is echt niet niks. Je bent echt iemand, jij kan iets. Je kan echt iets wat ik nooit zou kunnen, weet je. Dan lijkt me ook heel leuk om jou te zijn. Als je op een feestje bent, kun je gewoon een truc doen, weet je wel. Want ja, ik kan ook wel party tricks, maar niet zoals jij. Je kan echt iets laten verdwijnen. Je kan een persoon laten verdwijnen met alleen een doek, weet je. Dat kan ik echt niet, joh. Ik kan helemaal niks laten verdwijnen. Ja, een dildo met een beetje spuug. Maar verder... Dat wordt ook niet op elk feestje gewaardeerd, hoor, kan ik je zeggen. Nee, maar heel fijn om hier te zijn. Jongens, de rest ook leuk om de hele kermisattracties bij elkaar te zien. Oh. Als je een kleuter vraagt, teken een zangeres, dan krijg je Karin Bloemen. Als je een kleuter vraagt, teken een hypnotiseur, dan krijg je Rasti Rostelli. Als je zegt tegen een kleuter, doe maar wat, dan krijg je Henk Westbroek. Ik heb me in jullie allemaal verdiept en van een van jullie zag ik zelfs op je jeugdfoto tot mijn verrassing dat je vroeger een heel schattig jongetje was. En kijk, nu zit je hier met de grootste titel van iedereen, maar leuk dat je er bent, Henk. Henk, ouwe kankeraar. Het mooie aan Henk vind ik altijd, overal waar hij komt maakt hij ruzie. Je maakt overal ruzie, weet je wel. Dit, volgens mij is maar één situatie waarin Henk een beetje prettig in de omgang is en dat is plat op zijn buik op de IC. Ik vond eigenlijk de mooiste grap, ik heb geleerd dat jij sociologie hebt gestudeerd. Je bent socioloog. Dat vond ik echt fascinerend. Ik had een heel ander beeld van een socioloog, weet je. De man, wie is die man die in de hoek van de kamer op negers zit te kanken? Ja, dat is een socioloog, jongen. Dat is de socioloog. Stefano Keizers, zit je er mooi bij. Ik dacht dat Louise een blote jurk aan had. Ik zat altijd te denken, hoe gaat hij erbij zitten? Bij Stefano weet je het nooit, weet je wel. Komt hij met een plaksnor of een cowboyhoed? Of nou ja, hij is met helemaal niks is hier gekomen. Het grappige is, bij Hans denk ik altijd, hoe doet hij het? En bij Stefano denk ik altijd, waarom? Stefano, je houdt van de spanning, dat heb ik horen zeggen, je houdt van de spanning als er in een zaal niet gelachen wordt. Nou, daar heb ik echt respect voor, dat hou je al jaren vol. Rasti, jij brengt mensen in slaap en laat ze dingen doen die ze anders nooit zouden doen. En als ze wakker worden, dan weten ze helemaal niets meer. Je bent eigenlijk de Nederlandse Bill Cosby. Ja, je lijkt ook een beetje op Bill Cosby, alleen dan na zijn gevangenisstraf. En executie. Over de jongeren in de zaal, Bill Cosby, dat is eigenlijk zeg maar de Amerikaanse Marco Borsato. Giel Winter, je bent groot geworden met Stuk TV, een soort jackass voor mietjes. Nou ja. 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 Of voor kleuters. Volgens mij is het voor kleuters. Jackass vond ik wel tof, weet je. Om mensen katapulteren of met zo'n mietpistool op je zak. Weet je, dat had wel wat, weet je. Maar Stuk TV is toch een beetje over het hek klimmen van Madurodam. Oh, kijk je uit, Giel. Kijk je uit voor het prikkeldraad, jongen. Oh, kijk uit, Giel. Straks dalen je balletjes nog in en krijg je nog haar op je zak. Louisa. Leuk dat je er bent. Ja, je zit er mooi bij. Het grappige is eigenlijk dat we bij de vorige roost hadden we Ferry Doedens. En die is na de roost de porno ingegaan. En blijkbaar dacht ze nu, god, laten we nu iemand nemen die eruit ziet alsof ze net van de Bukake-scène afkomt. Oh, nee, je ziet er classy uit. Je lijkt een beetje op Cher aan de prednison na een auto-ongeluk in Roemenië bij een kerncentrale. Je hebt een bijzondere relatie, begreep ik je? Want het grappige is, jij bent trans, maar jouw partner is ook trans. En je kent elkaar 21 jaar. En ze zijn eigenlijk allebei geswitcht. Daar had ik nooit van gehoord. Maar ik ken wel huizenruil, maar dit wist ik niet. Nee, dat dit bestond. Het is wel grappig. Het lijkt me op zich heel makkelijk uit te leggen aan kinderen. Van kijk, die papa en die mama zijn gewoon van rol gewisseld. Kun je gewoon zeggen, ja. Hè? Die papa geeft nu borstvoeding en die mama die bloedt nog elke maand uit al haar hechtingen. Sjaak ziet eruit als een kooivechter die zijn eigen baby's opeet. Sjaak, je hebt veel huisdieren, had ik gehoord. Je hebt 200, 3 cavia's, 3 hamsters, geloof ik, 2 konijnen en 1... Hoe heet het ook weer in jouw cultuur? Oh ja, een vrouw. Karin Bloemen, ik ga geen nare grapjes maken over je verleden. Dat vind ik niet kies. En al helemaal niet over je toekomst. Dat vind ik alleen maar pijnlijk en morbide. Karin is zo iemand, als hij in ruimte binnenkomt, dan gebeurt er iets, weet je. Een koude wind steekt op. Maar Karin, je bent een vakvrouw. Bij jou gaat alles om de inhoud. En je hebt heel veel inhoud. Mensen noemen je soms een diva. Ik vind je meer een divan. Een driezits. Dan zei bij Hans Kloks. Ziet eruit zoals we hem kennen. Met zijn haar, met zijn blouseje. Als een doorgesnoven Disneyprins.
Hans wordt ook wel de fastest magician genoemd. En dat klopt. Je zou 10 jaar naar Las Vegas gaan en je is binnen een half jaar terug. Dat is snel. Ze zeggen wel eens, wat happens in Vegas, stays in Vegas. Hè? Ze zeggen ook wel eens van, if you're born in Purmerend, stay in Purmerend. Toch heb je ook een mooie carrière gehad. Las Vegas, Londen, Monte Carlo, Duinrel. Oude Hans Dierenpark. Ja. Tussen succes en mislukking zit soms een hele dunne lijn. Dat weet je als geen ander. Een hele dunne, witte lijn. Ik had ook gehoord dat Joop van den Ende heeft dus 25 miljoen euro in je PR gestopt. 25 miljoen euro, dat weet je, dat kan zinnig veel geld. 25, wat kun je niet doen voor 25 miljoen euro? Voor 50 miljoen euro kun je Louisa nog 5 keer van geslacht laten verwisselen. 50 miljoen euro kun je Stefano Keizers de rest van zijn leven begeleid laten wonen. Voor 50 miljoen euro kun je Henk Westbroek 100 keer laten euthanaseren. Ik vind het reet knap. Ik heb je show van gezien. Ik moet toch zeggen, ik vond het ook heel, heel onrustig. Ik vond het heel onrustig. Die harde muziek en dan die lichtflitsen. En jij rent van links naar rechts en hijgend en bezweet. Ik denk, Hans, gaat het wel, jongen? Ja. Je komt op met een kist en een vrouw. En die vrouw moet dan meteen in die kist. Die begint meteen in die kist te proppen. Dat je denkt, Hans, hallo, zeg even goedenavond of zo. Ja. Ja, dan meteen een deksel erop en een ketting eromheen. Ja, ik ga het doorboren met brandende spiezen. Hans, doe even rustig, joh. Je kan ook gewoon over dingen praten, man. Ja, ik ga het doormidden zagen. Hans, hoor je wel wat je zegt? Het is 2021, Hans. Een vrouw doormidden zagen. Dat is niet oké. Okay. Laat de vrouw gewoon heel, Hans. Doe gewoon een extra kaarttruc. Prima. Vinden mensen prima, een soort eerder pauze. Maakt het uit. En dan is het even rustig en dan wil hij zelf vastgebonden worden. Ja, bind me vast, bind. Ik wil een dwangbuis in een aquarium. Hans, doe even. Dit is geen oplossing, jongen. Moet je niet eens met iemand gaan praten, Hans? Met een goede vriend of een huisarts of zo. Misschien heeft hij een pilletje voor je. Je bent ziek, Hans. Je bent hartstikke ziek. Of in ieder geval gigantisch overspannen. Hans, ik zou zeggen, neem even vakantie. Ga lekker thuis op je bank zitten met je föhn en je vriend. Lekker balletje, balletje. En ik wil eigenlijk eindigen met een liefdevol en welgemeend advies. Hans, zoek hulp. Dank je wel. De Roast wordt mede mogelijk gemaakt door de Flame Grill Burgers van Burger King. Zitten jullie weer te wachten dat ik een goocheltrucje ga doen? Nou hier. Nog meer roostfragmenten. Kan ik ook weer verder.